Vandaag, hoe maak je een pizza op de houtskoolbarbecue? En dat doe ik vandaag allemaal op mijn keteltje van Napoleon. Ik ben Ralf de Kok, professioneel barbecuer. En elke week maak ik een fantastisch gerecht. Van super eenvoudig tot mega culinair. Ik krijg zo vaak de vraag, hoe maak je nou een pizza op een barbecue? Ik heb het al een aantal keren laten zien, verschillende video's op verschillende soorten barbecues. Maar gewoon zo'n houtskoolbarbecue'tje heb ik volgens mij nog nooit getoond, althans niet op dit kanaal. Dus we hebben een keteltje, we hebben een pizzasteen nodig en ik laat gewoon heel simpel deegje zien, dat komt er ook nog eens bij, dat vanaf nu het maken, over een uurtje, binnen het uur, ligt die op de barbecue. Dus een snel deegje. En nou, daar gaan we mee beginnen. En daarvoor heb ik nodig een slagkommetje, baloem, een weegschaaltje, een biertje. Ik gebruik Bavaria. Als Brabo moet dat kunnen, vind ik. Je mag natuurlijk ook een Goolsje of een Heinekentje gebruiken. Kan mij het verrekken. Het gaat daarom, kijk, dit is een snel deegje. Normaal gesproken tijdens het fermentatieproces dat gist gaat werken. En dat geeft ook een bepaalde smaak aan je deeg. En nu weet ik eigenlijk van een vriend van mij in Canada. Die heeft een deegje bedacht en dat doet hij met bier en in plaats van water. En dat geeft nou net even dat mooie gistige smaakje eigenlijk aan je deeg. Werkt uitstekend. Waardoor je eigenlijk ook gewoon binnen het uur begonnen bent. Dus, biertje. In dit geval heb ik nodig ongeveer 200, 210 milliliter bier. Dus ik pak even een Scotsbergpanneke. Want ik wil het bier wel op ongeveer 5, 36 graden hebben. Koud water werkt niet. Hè. We moeten dat gist moet wel meteen eigenlijk aan de gang. Dus vandaar die temperatuur van 35 graden. Dan gaat dat gist mooi werken. En dit komt net uit de koelkast, ijskoud. Hoppa, 214. Dat vind ik mooi. Dus dat gaan we heel eventjes op temperatuur brengen. Dat doe ik gewoon even op mijn zijbrandertje. Ook makkelijk, mijn sizzlezone hier. 30 tellen of zo, hè. Dus eventjes dat hij mooi op temperatuur is. Dat kan ik meten met mijn thermapen. Altijd makkelijk. Niet alleen als kernthermometer voor mijn vlees, maar ook als kern voor mijn bier. Zie je dat? Hij loopt mooi op. 22,5, 23,5. Over 20 seconden is hij er. Alright, bloem. 350 gram. Ik gebruik gewoon een patentbloem in dit geval, want dit is gewoon een sneldeegje. Wil jij een ander bloem gebruiken, daar gaat het eigenlijk niet zo om in dit videootje. Maar be my guest. Bij mijn bloem gaat 5 gram zout. Dat meng ik eventjes goed door mijn bloem. Zo. Daarbij gaat ongeveer, nou wat is dit? Afgestreken eetlepel, ongeveer 8 à 10 gram suiker. Dat gaat er doorheen. 7 gram instant gist van die gedroogde. Zo, mengen we er doorheen. Nou kunnen wij twee dingen doen. Wij kunnen nou ons lauwwarme bier er doorheen doen en kneden. En roeren met een lepel, dat kan. Maar ik doe het gewoon eventjes met mijn keukenmachine. Zo eentje. Gaat namelijk super makkelijk, super snel. I'll show you. Hop. En dan gaan wij gewoon al draaiende op de hoogste stand het bier er doorheen jassen. Dit gaat keisnel. Nu een scheutje olijfolie er doorheen. En na slechts een paar tellen hebben wij een hartstikke mooi deegje. Mooie deegbol. Heel simpel, heel snel. Even wat bloem op mijn snijplank. Zo, één mooie bol en die gaat meteen door de helft.
Zo. Hierop. Daarop gaat nu een licht vochtige theedoek. Een licht smerige theedoek. Zo, licht vochtig gemaakt. Laten we dit een kwartiertje liggen. Nou, en dat kwartiertje, dat geeft mij dan weer de gelegenheid om een houtskooltje aan te steken. En ik gebruik ook speciale houtskooltjes voor dit techniekje. Kijk, mijn Napoleon ketteltje, 57 centimeter is dit trouwens. Ik gebruik nou de best charcoal, de marabou uit Cuba. Marabou, dat is een heel snel groeiende struik. Echt keihard is die, het is daar een plaag. En het is super goed verkoold. En mede door de manier van verkolen en het materiaal wordt dit bokken heet en brandt het kei en kei lang. Een van de eigenschappen is dat het moeilijker aan te steken is. Het duurt zeker 25 minuutjes voordat het echt goed brandt. Maar het produceert ook heel weinig as. Dus het brandt heel erg lang. Het geeft ontzettend veel stralingswarmte. Weinig as betekent ook een hele constante temperatuur. En wij willen pizza's maken. En pizza's, die mogen gewoon een hoge temperatuur hebben. Dus vandaar dat ik kies voor de marabou. Gaan daar aanmaakblokjes bij. Ik gebruik normaal altijd 3 aanmaakblokjes. In dit geval gebruik ik er 5. En dat komt dus door het houtsoort wat ik gebruik. Dus ik help het alleen maar een beetje versnellen door er 5 aanmaakblokjes tussen te doen. Zo, alle 5 branden. Ik zet onder de schuif even helemaal open. Mooi, dat fikt. De saus. Ik heb al veel sausjes gemaakt. Ook op dit kanaal, speciaal voor pizza's. Je kunt lekker zelf grillen, kan allemaal. In een skilletje, allemaal geen enkel probleem. Maar nogmaals, dit is de snelle methode. Dit zijn blikken met gepelde tomaten. Zijn al gepeld, zijn nog wel heel, maar die kun je zo mooi in elkaar knijpen. Dat kan. Er zit ook een hele hoop saus bij. Ik ga ze gewoon even in de machine doen. Samen met een beetje puree. Als in tomatenpuree. Ik ga maar 1 blik nodig hebben vandaag. Denk ik. Zo'n beetje inschat. Daarbij gaat een... Dit is een theelepel. Laten we dit een goede theelepel noemen. Of een afgestreken eetlepel voor mijn part. Gaat daarbij. Daarbij gaat een goede pinch zout. Ik gebruik even fleur de sel voor het gemak. Daarbij gaat een goede pinch zwarte peper. Italiaanse kruiden. Italiaanse kruiden, er zit oregano in, tijm, rozemarijn, je kent het wel, maar voornamelijk het gaat mij om die oregano. En om een heel klein beetje ballen te geven, over de saus gesproken, een beetje de saus. Voor de mensen die niet weten wat de saus is, dat is een lekkere, pittige, romige saus. Heb je het niet, doe er wat tabasco in voor mijn part. Schrassen saus. Kan het verrekken. En klaar is onze saus. Even proeven. Heerlijk. Super saus. Alright. Deegjes rijzen. Barbecue'tje bijna heet. De volgende stap. Wij nemen een bakpapiertje. En dat bakpapiertje, daar gaan we een heel klein beetje bestrijken met wat olijfolie. Een belangrijke stap, omdat dit zorgt natuurlijk dat ons deegje zo meteen anti-stik wordt. Maar het voegt ook letterlijk die olie toe. Dus het droogt veel en veel minder snel uit, ons deegje. Nou, kijk eens. Hij voelt lekker warm. Zo, die leggen we hier vast op. Ik pak nog een bakpapiertje. Daar doe ik hetzelfde mee. Zo, even goed invrijven. En dan nu. Die gaat daar bovenop. Nou gaan we drukken. En nu komt het, jongens. En ik hoop niet dat Mario kijkt. Want die gaat helemaal over de zeik. Ik gebruik namelijk een deegroller. Dan moet je mij kappen.
Kap in! Sorry. Ik heb ook video's gemaakt waar ik geen deegrollen gebruik. Maar nogmaals, het gaat erom dat je binnen het uur een fantastische pizza kunt maken. Zo, hij is groot. Past hij nog wel op mijn pizzasteen, is de vraag. Dit is namelijk mijn pizzasteen. Heb ik weer. Hij past net niet op mijn pizzasteen. Daar hebben wij een oplossing voor. Kijk aan. Opgelost. Wie niet slim is, moet dom zijn. Ditzelfde doen we nou eventjes bij bolletje nummer 2. En dan laten we dit ongeveer nog een half uurtje, 40 minuutjes max, eventjes lekker rusten nog. En nu is gewoon heel eventjes wachten. En nogmaals mensen, er zijn dus heel erg verschillende manieren om een pizza te maken. Er zijn heel erg veel verschillende pizza deegrecepten. Deegroller, zonder deegroller. Ik heb verschillende leuke video's gemaakt overigens. Ik zal hier een linkje neerzetten. Maar dit is een manier om het snel te doen en keilekker. Dus als jij het anders wil doen, be my guest. Dit is een van de zoveelste manieren. En ik denk dat dit, ja, idiot-proof eigenlijk is. Dus heb jij moeite met pizza's maken? Probeer het eens op deze manier. En ik weet zeker dat je het dan gaat lukken. Je ziet dat mijn marabou voor het grootste gedeelte helemaal rood en rood gloeiend is. Maar je ziet ook nog wat zwarte delen. En je moet heel eventjes de tijd nemen, zorgen dat alles eventjes goed gloeit. Want het is namelijk zo meteen als het deksel erop zit, dan hebben we geen vlammen meer. En dan is het heel moeilijk om, ja, die zwarte delen van de kolen ook zo heet te krijgen. Dus heel even die tijd nemen dat alles bokken heet is. Maar wat we wel eventjes kunnen doen in de tussentijd, is het opwarmen van onze pizzasteen. Ik heb hier in het midden dus mijn kooltjes liggen, die bokken heet worden. Ho! En nu wil ik mijn pizzasteen verwarmen. En nou zijn er heel veel verschillende soorten en merken pizzastenen. En zal het heel erg lastig. Sommige pizzastenen, de meeste, die moet je langzaam opwarmen. En niet in één keer zo op het bokkenhete vuur zetten, anders knallen ze uit elkaar. Dus dan denk ik, tik. Dus in dat geval moet je hem langzaam met de kooltjes mee opwarmen als het ware. Want je moet natuurlijk wel zorgen dat je pizzasteen goed heet is. Alright. Ik voel al een goede hitte bij mijn pizzasteen. Nu ga ik eventjes mijn kooltjes indelen op speciale manier. Dus wat ik ga doen, ik ga nou een cirkeltje maken. Op de eerste plaats hebben we niet alle hitte rechtstreeks onder de pizzasteen, zodat de onderkant van mijn pizza niet meteen verbrand is. Maar ik wil namelijk ook de warme lucht er omheen hebben. En dat doe ik dus door de houtskooltjes in een cirkel te leggen. De buitenste ring als het ware van mijn barbecue. We hebben nog genoeg gloed hier in het midden. Dus hier, ook hier komt nog heel veel hitte vanaf. Op deze manier hebben we dus een hele mooie gelijkmatige garing. Om de steen heen. De warme lucht kan er mooi omheen. Slaat tegen het deksel zo op onze pizza. En onder de pizzasteen hebben we dus nauwelijks kooltjes liggen. Een beetje gloed ligt er nog. Want anders heb je dus kans dat die gaat verbranden. Doordat de steen gewoon veel te heet wordt. Kooltjes ingedeeld, hete pizzasteen er weer op. Ik heb het al vaker uitgelegd, hoe kun je nou zien, hoe weet je nou hoe heet je pizzasteen is? Dat kun je voelen, hè? Kun je inschatten. Doe je 10 keer. 11. Hop. Dat doen wij met een beetje bloem, gewoon bloem. De bedoeling is dat hij met ongeveer tussen de 30 en de 60 seconden langzaam bruin wordt. Dat het een beetje naar de bakkerij gaat ruiken. Als hij nou met 10 of 20 seconden echt helemaal zwart wordt, dan weet je dat hij veel en veel te heet is. Nou, je ziet dat hij langzaam gaat, dus dit gaat heel goed. En je kunt ontdekken waar je hot en je cold spot zitten van je pizzasteen. Dus je kunt nou nog besluiten om hem ietsjes een slagje te draaien. Zodat dit gedeelte bijvoorbeeld boven een heter stukje van de barbecue komt. Dus dit ziet er perfect uit. Pizza erbij. Hoppakee. We trekken het velletje nummer 1 van de pizza af. De saus. Dit mogen 3 volle eetlepels zeker zijn. En je ziet, doordat ik dus hele tomaten heb gebruikt, dat er nog een klein beetje structuur in zit ook nog. Maar het is natuurlijk fantastisch. Dat willen we, hè. Dat willen we.
Nou is dit een heel mooi dun deegje geworden. Vuistregel bij het maken van pizza's is hoe dunner het deeg, hoe hoger de temperatuur van de pizzaoven of je barbecue mag. Dus als we een dik deegje hebben, dan moet die temperatuur in de barbecue natuurlijk niet te hoog zijn. En al helemaal de temperatuur in de steen niet. Want het deeg heeft dan een poosje nodig om te garen. En de topping ook. Maar een heel dun deegje is natuurlijk heel erg snel gaar. Dus mag de temperatuur wat hoger. Geraspte kaas. Ik gebruik mooi een belegen kaas. Je kunt mozzarella gebruiken, die harde droge mozzarella. Voor mijn part cheddar. Doe even wat je lekker vindt. Kan het verrekken. Maar je moet wel denken aan 200 à 250 gram kaas. Geraspt gaat hier toch wel overheen. Over deze jongen. Dan mozzarella. Breken wij gewoon in kleine stukjes. En verdelen we over een dunne pizza. Dan een heel klein beetje gedroogde oregano. En dan heb ik hier hele mooie pepperoni, hè. Dus ik zou zeggen, maak een topping naar keuze. Hoppa. Nu, het verplaatsen van de pizza op de pizzasteen. We gaan nog één keer checken of die ondertussen niet te heet is geworden. Of te koud. Zelfs dat kan natuurlijk, hè. Afgekoeld is. Nou, dit oogt goed, hè. Je ziet hem heel langzaam bruin worden. Perfect. Dus, onze pizza kan erop. Zo, en mocht je nou geen pizzaschep hebben, is in dit geval niet zo erg, omdat wij een bakpapiertje hebben die ons helpt. En het bakpapiertje laten we ook gewoon liggen in dit geval. Kijk. Nu, snel het deksel erop van de barbecue. Ventilatieschuif 100% open. We willen namelijk ontzettend veel trek creëren. Nou, dus onder en boven helemaal open zetten. Mocht het niet genoeg zijn, mocht hij niet snel genoeg naar die 250 graden of heter gaan, kun je hem zelfs nog een stukje zo hier openzetten. Als je maar trek creëert. Dat is wat we willen doen. Dekseltje erop. Ik verwacht met een minuutje of 4 dat dit een perfecte pizza is. We gaan het meemaken. Dus, we weten dat de steentemperatuur goed is. Temperatuur in de barbecue mag heet omdat we een heel flinterdun deegje hebben en weinig topping. Dus of die nou 200 graden is of 280 graden maakt niet zoveel uit. Als die 200 graden is, dan duurt het een minuutje, misschien 2 minuutjes langer. That's it. Super mooie manier. 4,5 minuut. Hoppakee. Kijk eens hoe mooi die eruit ziet. Ik weet niet of we de korst kunnen controleren. Dat ziet er perfect uit, hè. Hij voelt knapperig. Snel wat lekkers eroverheen. Ik heb nog wat basilicum. Je kunt er ook wat sla overheen doen, wat rucola. In ieder geval wat lekkere frisse dingen. Nu heb ik hier nog wat chiliolie. Hele mooie olijfolie met chili. Ik hou daarvan. Extra beetje pitje bij die pepperoni. Dit is het. Meer doen we hier niet aan. Ja, we gaan hem snijden en opeten. Dus ik zou zeggen, mensen, hier is hij dan. Dit is een pizza, jongen. Niet normaal. En dat alles binnen het uur vanaf het maken van het deegje op de houtkoolbarbecue. Ik zeg, maken deze. Oh. Stel, je komt thuis van je werk. Het is 5:15, 6:15. Je begint hier aan. En om 6:30 zit je hiervan te genieten, hè? Niet normaal! Heb jij nou iets leuks gezien op dit kanaal? Ga dan even naar mijn website ralsbarbecuetube.nl. Ik zet het linkje wel hier beneden. Kun er snel naartoe, net zo makkelijk. Dan lees je alle recepten terug van mijn video's. Je kunt alle video's terugkijken. Alle spullen waar ik mee werk op dit kanaal zijn daar te vinden. Dus zeker even de moeite waard. Je kunt vriend worden. Nou, en als je nou even op dit kanaal wil blijven hangen. Deze video van vorige week. Fantastisch. En deze, van een heel poosje terug. Een van mijn favoriete video's. Check hem, hè. En abonneren, dat doe je hier, door op die knop te drukken. En dan hoop ik jullie volgende week weer te zien op dit kanaal. Goeie dingen!